Mensen die rouwen zijn meestal moe, omdat het een proces is waar je zelf uit moet komen. Daarom is het belangrijk om anderen op de juiste manier te helpen gedurende dit proces. Dit zei monseigneur Karel Tjuni gisteren bij de herdenking van de Dag der Allerzielen. De Dag der Allerzielen is een gedenkdag uit de Rooms-Katholieke traditie, die elk jaar herdacht wordt op 2 november. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen. De nabestaanden plaatsen dan bloemen op het graf. In veel RK-kerken is het gebruikelijk dat als een kerkganger wordt begraven, er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de overledene. Volgens monseigneur Karel Tjuni is deze dag bedoeld om nabestaanden te leren hoe om te gaan met het rouwproces. De kerk vindt het belangrijk dat kinderen ook betrokken worden bij dit proces, zodat zij al vroeg weten hoe ze moeten omgaan met emoties bij het overlijden van een geliefde. Wilt u mensen troosten? Probeer met hen mee te lopen en hou je mond. En zwijg. Wil je iemand nabij zijn? Ga in zijn schoenen staan en loop in zijn schoenen. Jezus luistert. Hij luistert naar hun verhaal. En wij zijn vaak zo tegenovergesteld. Boy, wat God doet is wel gedaan, meisje. Je moet niet huilen hoor, je moet het doen, maar ze is bij God. En we hebben je nog niet laten uithuilen en uitpraten. Bishop Tjuni wijst erop dat verdriet en teleurstelling soms ervoor zorgen dat de ogen van een persoon verhinderd zijn om Jezus te zien. Bepaalde mensen die in zo'n staat verkeren, zijn dan niet in staat te zien wat er nog mogelijk is. Soms kan de teleurstelling heel erg diep zijn en het kan een pandemische proportie aannemen. Het kan een hele bevolking, vooral als je 10 jaren een vernietigend beleid hebt gehad en er morele en economische bankroet land achterlaat. Dan kunnen mensen in hun gesprekken van alle dag heel erg deprimerend zijn. Gaat niet lukken. Alles wordt duur. We komen er nooit uit. En zo kunnen wij op onze levensweg, de dagen die we hier hebben in dit zonnig mooi land, verpesten met duistere en zwartgallige verhalen. De jaarlijkse herdenking van Allerzielen is dit jaar gehouden op de RK begraafplaats. Rooms-Katholieken hadden de mogelijkheid het graf van hun geliefde te bezoeken.